Ja, dat geen stand voor. Nou, we zijn hier in de laatste week van uw winkeltje. Ja. Na al die jaren, u bent in 1964 bent u begonnen. De winkel overgenomen. Daar heb je overgenomen. De winkel bestond al. Oh, de winkel bestond al. Ja. Hoe bent u eigenlijk in de speelgoed terechtgekomen? Ik ben geboren achter de toonbank. Ja? In Roosendaal. In die tijd had je nog niet zoveel de warenhuizen. Dus wij hadden zo'n beetje die functie van schoensmeer tot heilige beelden. En alles wat daartussen zat. Ja. En ook speelgoed. En op een gegeven moment, een oudere broer neemt de zaak over en de jongste gaat studeren. Ja. Nou, nog even werktuigbouw kunnen gedaan. Maar het bloed kroop waar niet gaan kon. Dus in speelgoedvak. En daarna dus op verschillende punten het vak geleerd. Nou ja, vak geleerd. Ervaring opgedaan. In Haarlem, in Tilburg, in Delft. Ik was op een gegeven moment de jongste afdelingschef van V&D. Maar daar ben ik maar 4 maanden geweest. Maar toen werd ik gevraagd om op deze winkel te passen. Toen nog gevestigd in de Korte Poten. Mm-hmm. En na een paar maanden heb ik die winkel over kunnen nemen. Dus in mei ben ik erin gekomen. En in 1 september heb ik die winkel over kunnen nemen. Hij is wel mooi meubel. Hij schreef. Ja, heeft u daar dan ook nog een speciale opleiding voor moeten volgen? Of? In die tijd had je nog speelgoeddiploma en, andere diploma's, vakdiploma's. Glas, keramische, luxe en kunstnijverheid heb ik ook nog. Maar speelgoeddiploma, en dat, het gekke is, dat werd grotendeels schriftelijk gedaan. Maar af en toe mondelinge lessen hier in Den Haag in de Rijnstraat. Wat nou allemaal afgebroken is, dat spul. En toen liep ik tussen de middag met medecursisten die ik verder niet kende, maar ja, die zaten op dezelfde cursus. Liep ik door de stad hier en heb dus stilgestaan, naar binnen staan kijken, want het waren ook allemaal mensen uit speelgoedvak. Van hé, verrek, hier heb je ook een speelgoedwinkel. Niet wetende dat je later, ja, de langste tijd van het bestaan van die tent, de baas van zou zijn. Je bent vandaag hier in die winkel. Wat vind je ervan dat deze winkel ineens gaat verdwijnen? Ik vind dat heel jammer. Ja, want het is een heel erg leuke winkel en ik krijg altijd heel goed advies per leeftijd. Wat er goed is voor de kinderen en wat ze leuk vinden. En wat, ja, ik heb hier gewoon heel vaak speelgoed gekocht. Houten speelgoed vooral. Op internet, is nog wel, op internet is nog wel wat te vinden hoor. Ook de uitvoering die ik laatst nog gehad heb. Ja. Dit is een heel oud ding, die is al lang vervallen. Ja. Oh, daar is het niet meer aan te komen. Maar er zijn nog wel andere modellen in de wereld te koop, maar in Nederland weet ik geen importeur ervoor. Nee. Ja, heel leuk. Ja, nou jammer, maar ik vond het gewoon leuk omdat u heeft hem al zo vaak aan mij laten zien. Dat doe ik al 26 jaar. En de informatie is er ook wel belangrijk die je erbij krijgt. Ja, het is ook gewoon prettig. Ik heb zelf geen kinderen bijvoorbeeld om de betrokkenheid, maar ook echt het technische advies van dit vinden ze leuk, want ik kan het niet inschatten welke leeftijd kinderen wat leuk vinden of al goed begrijpen of niet. Dus ja, zeker. Want wat een magnetisch veld is, weten we niet. Echt? Nee, we weten wat het doet, maar niet wat het is. Oké. Okay. Zwaartekracht, die hem niet doen, weten we ook niet wat het is. Is het zo? Ja. Vraag je maar door bij een natuurkundige, een natuurkundeleraar of wiskundeleraar. En gewoon door blijven vragen bij de jongens. Ja, maar wat is het nou? Ja, het magnetische veld. Ja, dat stoot af, dat trekt aan. Ja, ja, leuk. Maar ja, ik ben zelf ook helemaal niet natuurwetenschappelijk onderlegd. Totaal niet. Ik zit helemaal ergens anders. Nee, ook wat. Dan kom ik hopelijk zaterdag ook. Ik werk in Nijmegen. Ja, in 26 jaar tijd heb je wat bezinksel. En ik had uit. En heeft u deze winkel altijd in uw eentje gedaan? Of? Nee, in het begin met een hoop personeel. Een paar aantal meisjes. En in de Sinterklaastijd, dan de een kwam zo laat, de ander zo laat, maar er stonden uiteindelijk 8 mensen in de winkel.
En dan schoof je echt zo door de winkel hoor, want dat stond mm-hmm. hartstikke vol. Mm-hmm. Maar na de hand, ja, ze gingen weg, ze gingen trouwen. Ik heb nooit iemand buiten gegooid, altijd in een goed overleg gegaan. Maar uiteindelijk kon ik het in mijn eentje af en dat beviel me uitstekend. Ik doe het al zeker 40 jaar alleen. Ja, dit heb ik jarenlang gekocht als tastfiguur. Op het doosje staat vanaf een jaar. Als wat tast? Nou, een trekfiguur. Ja. En dan heeft het voordeel dat hij niet omvalt. Maar als tastfiguur, vanaf 3,5-4 maanden hang je de dingen eens tegenaan, wijs op. Dan begint de kind zijn motoriek te ontwikkelen. Ja. En daar is het in perfect plan. Die verkoop ik meer dan 53 jaar. Mijn eigen kinderen hadden hem zonder het kopje met 5 asjes. Ja, want dit werkt niet op katoenenkoord. En toen er helemaal nijlakkoord was, zijn ze teruggegaan naar het origineel tekening. Maar dit is jarenlang mijn meest portatieve werk. En vrijdagmorgen heb ik hem nog wel gebeld om nog een aantal. En toen riep hij me gewoon terug. In Duits, wat doe jij hier van zo'n die dingen? Maar, want ik heb ze dit jaar nog 3 keer besteld. Iedere keer dacht ik, nou heb ik er genoeg. Maar iedere keer waren er weer te weinig. Oh, ja. Dus ik heb ze nog maar besteld. En die ik overhoud kan mijn dochter gebruiken. Dus het is geen, het is geen punt die je raakt. Dat is natuurlijk een gekke vraag, maar wat gaat u nou het meeste missen? De winkel, de klanten? Nou, misschien de klanten, de gesprekken met de klanten. Hè, soms heel interessante mensen. En zolang je alleen met mensen staat, dan vertellen ze je van alles. En zodra er iemand bij komt, dan is dat over. Tenzij ze elkaar kennen. Maar ja, veel interessante mensen in de winkel gaat natuurlijk. Deze week 30% korting, vorige week was het nog 20%. Aha. Ik weet wat. Zie je wat leuks nou in één keer, uit je ooghoeken? Ja. Wat zie je dan? Ik weet niet wat het is. Je weet niet wat het is? Nee. Nou, wijs het maar aan. Dat. B. Ja, en wat ik net ook zag, u doet een belangrijke functie bij het verkopen van speelgoed. U legt ook uit wat kinderen eraan hebben. Maar dat is de functie van dit soort winkel. Mm-hmm. He, het advies geven. In normale tijden komt 2/3 van de mensen komt binnen, die moet iets hebben voor een bepaalde leeftijd. En dan moet je de meestal nog bijbrengen of de jongetje of een meisje is. Dat mag tegenwoordig niet meer, maar er zit echt verschil tussen hoor. Maar dat is de functie van dit soort winkel. Het bestaansrecht. Ja. He, je koopt een bepaald sortiment in wat je zelf leuk vindt. En daar put je dus uit om mensen te adviseren. Ja, dus dat, ja, zo werkt dat. Ja, ik probeer het ook voorzichtig op te trekken. Deze. Oh, dat zijn die. Die kon je. Die losse klappertjes, ja. Oh ja, die kon je ergens tussen doen en dan schokken mensen dreigen een hoedje. Ja. Ik weet, de kinderen met de straat deden hem in de deurpost. En als je dan de deur dicht deed, dan schok je eigen een hoedje. Bijvoorbeeld, ja. Je koopt zelf, zeg maar, de spullen voor de winkel. Ja, natuurlijk, ja. Gingen toen naar beurzen toe en dergelijke dingen? Ja, beurzen. In Utrecht had je natuurlijk de voor- en najaarsbeurs. Maar dat is steeds minder belangrijk geworden, want veel gaat natuurlijk op de computer, op sites. Dat is, en met corona zijn die beurzen ook allemaal... hebben een tik gekregen. Dat is geen fractie meer van wat het was, die beurzen. Vroeger kocht je in voorjaar, najaar kocht je sortiment. En dan tussendoor bestelde je wel eens wat, maar het meeste kocht je op die voor- en najaarsbeurs. Begin maart en begin september. Maar dat is helemaal over. Je doet het meeste met de computer en dat werkt prima. Geniet ervan. Ja. Van het hele jaar met mijn ouders zijn. 2 jaar geleden zijn ze gestopt. U bent ook hier vandaag in de winkel. Wat vindt u ervan dat dit allemaal weer gaat verdwijnen? Ja, ik vind het heel jammer. Want dit is echt een winkel waar ik al 35 jaar kom. Eerst voor mijn eigen kinderen, nu voor mijn kleinkinderen. En meneer geeft altijd heel goed advies. En met humor. En daar geniet ik ontzettend van. En het speelgoed is echt fantastisch. Dat, is echt, dat vind je niet veel meer. Speelgoed om echt te spelen in plaats van om... bezig te zijn. U bent dus eigenlijk wel met de tijd meegegaan, dus op dat gebied ook. Jawel, een pinapparaat kun je ook niet missen. Nee. En op sites bestellen, dat is gewoon het handigste wat er is. Hm. En ook voor die leveranciers.
Een van mijn beste leveranciers is de firma Goki in Duitsland. Gonest & Kiesel. Dat is een hele prettige firma. Maar wij waren in Nederland heel snel met de computer. En ik heb jaren zitten zeuren bij Herr Prange, dat was de man van buitenland van die firma, de enige. En joh, een site. Je verkoopt 15% meer. En op een gegeven moment deden ze een proef. Ja, hij protesteerde steeds van ja, dat was teuer en de baas wilde het niet. Ik zei maar, je verkoopt gegarandeerd meer. Op een gegeven moment deden ze een proef met, ik geloof, 120 winkeliers in Duitsland. Maar mij liet hij ook meedoen, want ik had jarenlang aan zijn kop zitten zeuren. Nou, binnen een paar maanden rolde ze het breed uit. Want ze verkochten inderdaad 15-20% meer door die goede site. Maar ze hebben dan ook in één keer een echt goede site gemaakt. En ze hebben gewoon in huis wat erop staat. He, geen gedoe, gewoon makkelijk te vinden. Goede informatie. Nou, dat werkt gewoon. He, en daardoor er komen ook bijna geen vertegenwoordigers meer langs. He, één of twee. Maar dat houdt op, want dat is ook duur die jongens langs weg. Je gaat gewoon met de tijd mee. Ons gereedschap verandert. Wij veranderen niet, ons gereedschap verandert. Ja. En zo'n winkel is ook gewoon een stuk gereedschap. En dat verandert ook.